Mohamed El Makrini, na 8 seizoenen in de Jupiler League kom je nou in de Eredivisie terecht. Hoe is dat voor je? Ja, ik denk mooi. Is een doelstelling. Ik wil graag in de Eredivisie voetballen. En met Cambuur kampioen, dus dat is alleen maar mooi. Ik denk dat de doelstelling is bereikt. Ik hoop dat ik volgend jaar hier gewoon in de Eredivisie kan voetballen. We zijn in gesprek. Dus volgende week heeft mijn zakenwaarnemer een afspraak met Gerard. Dan is het even afwachten wat er gaat gebeuren. Hij gaat nu op vakantie, dus het kon nu nog niet. Dus het is even afwachten. Er zijn ook nog wat interesse van andere clubs. Dus we wachten even af wat er gaat gebeuren. Maar je hebt wel de intentie om hier in Leeuwarden te blijven, dus met Cambuur de Eredivisie in te gaan? Dat is wel de intentie. Ik heb het hier gewoon goed naar mijn zin. Maar ja, de interesses zijn van stabiele Eredivisieclubs, dus dat boek is ook niet gesloten. Maar Cambuur is ook zeker niet gesloten. En ik heb nog geen aanbieding gehad, dus dat is even afwachten wat er gaat gebeuren. En, ik wacht eigenlijk de gesprekken af met Cambuur, aan mij zal het niet liggen in ieder geval. Je bent ook bij de supporters uitgeroepen tot de speler van het jaar. Hoe keek je hier tegenaan? Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi, hartstikke trots. Als je ziet wat voor namen op die beker staan, en dan kom je ook in dat rijtje terecht. En dat is alleen maar fantastisch. En supporters die zien het in je zitten. En als blijk van de waardering win je dan zo'n prijs. En daar ben ik heel trots op en heel blij mee. En ook nog eens kampioen geworden in dat seizoen. Dus daar ben ik echt blij mee. Had je dit op voorhand kunnen denken toen je bij Cambuur tekende? Cambuur die doet wel altijd mee in de top van de Jupiler League. Kampioenschap had ik misschien niet in mijn hoofd, maar wel in ieder geval om een promotie voetballen. En dat hebben we zeer zeker gedaan. En dit seizoen zijn we via de kampioenschap gepromoveerd. En dat is alleen maar nog mooier. En hoe voelde je toen al die mensen bij de Old Hope op jullie stonden te wachten? Dat was vast een heel speciaal moment voor jou. Ja, zeker weten. Het is denk ik een onvergetelijke ervaring. Ik denk dat het heel mooi is. Ik ben nog nooit kampioen geworden in de Jupiler League. En dan zie je 10.000 tot 15.000 man daar helemaal uit zijn dak gaan. Dan kun je zien dat het heel erg leeft hier in Leeuwarden. En dat de achterban heel groot is. En dat ook een beetje, denk ik, het kampioenschap voor de supporters is. En dat kun je zien, al die laatste wedstrijden, al die uitwedstrijden. Dan gaan ze met volle bak gaan ze mee en ze supporten ze ons. En ik denk dat het heel erg leeft. En dat het volgend seizoen in de Eredivisie niet anders zal zijn. Daar mag de club Cambuur zeer trots op zijn met zulke supporters, denk ik. En verwacht je ook dat Cambuur makkelijk in de Eredivisie zich kan handhaven? Of zal het een en ander moeten veranderen binnen de club en de selectie? Ja, het is natuurlijk altijd lastig als je promoveert. Je bent gelijk degradatiekandidaat nummer 1. Dan moet je gelijk vanaf het begin moet je laten zien dat niet zo is. Het wordt natuurlijk heel moeilijk. Veel sterkere tegenstanders heb je. En ik denk dat we gewoon uit moeten gaan van onze eigen kracht. Gewoon van ons eigen voetbal. En dan zien we wel waar het gaat stranden. En ik hoop dat we gewoon die laatste plaats kunnen ontwijken. En dan misschien voor nog iets boven de play-off plekken. Als we daar zouden eindigen, dan is het seizoen zeer, zeer, zeer geslaagd. Maar als we gewoon via de play-offs ook erin blijven, dan zou het ook gewoon goed zijn. Ja, want zo ga je van alle respect naar Telstar uit, naar bijvoorbeeld Ajax uit, PSV uit. Dat zijn toch dingen die je voetbalcarrière een mooi impuls geven, zou ik zeggen. Ja, zeker. Het is ook een stukje ervaring, dat ga je dan opdoen. Ik denk een seizoen in de Eredivisie word je alleen maar sterker en beter van. En zo inderdaad, je gaat naar Ajax, PSV, Feyenoord uit. Ja, ik denk dat daar doe je het voor, denk ik. En daar moeten we ook van genieten, denk ik. En wat is voor jou persoonlijk dan nog een verbeterpunt voor komend seizoen? Waar kan je nog progressie in tonen, denk je? Ik denk iets minder kaarten pakken. Dit seizoen heb ik iets te veel kaarten en een paar waardoor ik mensen corrigeer op het veld. Maar ook een paar domme kaarten en die moeten er gewoon uit. Oké, nou prima, dankjewel.